Ze zegt, Rick, ik was op je aan het wachten. Je hebt Cynthia verslagen en daar heb ik heel veel respect voor. Maar ik kan me nu niet inhouden. Als je mij wilt challengen, zal ik alles geven. Dus bereid je voor. Yo, Nintendo fans. Welkom bij een gloednieuwe Pokémon Shiny Pearl video. Waarin we weer gaan proberen om 2 gymleaders te verslaan. En ik ga niet voor je liegen. Ik heb dit al een keer geprobeerd. En toen werd ik keihard afgemaakt. En ik ga je straks zeggen door welke Pokémon. Anyway, als je dit vet vindt, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Knal dat belletje even aan voor de support. Dan moet ik weer deze puzzel opnieuw doen. Deze puzzel heb ik nu al echt veel te vaak gedaan, jongens. We zijn in Veilstone City bij deze gymleader die Fighting-type Pokémon gebruikt. En ik ben altijd slecht tegen Fighting-type Pokémon. Helemaal nu dit mijn team is en ik geen Flying-type Pokémon in mijn team heb. Donald heeft de move Psychic die super effective is. En Absol heeft de move Play Rough die super effective is, maar Absol wordt gewoon in 1 keer gesloopt. De move Play Rough kan ik dus waarschijnlijk maar 1 keer gebruiken. Ze zegt, Rick, ik was op je aan het wachten. Je hebt Cynthia verslagen en daar heb ik heel veel respect voor. Maar ik kan me nu niet inhouden. Als je mij wilt challengen, zal ik alles geven. Dus bereid je voor. Ja, en dat zij alles heeft gegeven, dat heb ik al een keer meegemaakt. Mijn team werd helemaal gewiped door 1 bepaalde Pokémon waarin ik eerder in deze serie al heel veel moeite mee had. En dat was verschrikkelijk. Ik ging helemaal kapot. Probleem is dat mijn team ook niet hele goede defenders heeft. Alleen Gerrit is een redelijke defender. Maar die werd ook in 1 keer genakt. Ik heb mijn team wel een beetje getraind, want anders was het gewoon niet te doen. We zijn nu allemaal level 70 of hoger. Kijken of het nu lukt. Eigenlijk heb ik hier een reflect move nodig, zodat de tegenstanders minder hard mij kunnen slaan. Dat is eigenlijk zo'n beetje het enige. Hitmontop mist mij wel. En dat vind ik heel leuk. Dat houdt in dat we Hitmontop in ieder geval met 2 keer Psychic kunnen verslaan. Psychic is een hele sterke move. Maar ja, Golduck is geen Psychic-type Pokémon. Wat ik eerst eigenlijk wel dacht. Waardoor deze aanvallen toch niet heel sterk zijn. We hadden nog steeds 2 klappen nodig voor een level 64 Hitmontop. Dit zijn de levels van mijn team. Hopelijk gaat het nu wel lukken. Ja, dan komen we nu dus gelijk bij de Pokémon die mijn hele team gewiped heeft. Medicham. Ik ben slecht tegen Medicham. Medicham sloopt mijn team. De weaknesses van Medicham zijn Ghost, Fairy en Flying. Dus ik ga nu maar proberen om Blade te gebruiken. Kijken wat hij kan met zijn Fairy-type move. Medicham is ook echt level 72. Hij is 8 levels hoger. 8 levels hoger dan die Hitmontop. En ik hoop gewoon dat ik sneller ben. Maar dat ben ik niet. Nu krijg ik High Jump Kick op mijn hoofd. En dit is het probleem. Die High Jump Kick move van Medicham sloopt mijn hele team. En als ik dan bijna hem down heb, dan gebruikt hij een Full Restore. Absol had een speed van 149. Dus iedereen met een lagere speed is bijvoorbeeld al kansloos tegen Medicham. Medicham's Psychic moves gaan mijn Abu in 1 keer slopen. Het enige wat ik kan proberen om hem te damagen is gewoon een Fire-type move. Voor de rest gaat Medicham mijn hele team one-shotten. Dit is gewoon niet te doen. Ik krijg deze Pokémon oprecht niet down, ben ik bang. We gaan voor Flare Blitz. Dat is mijn sterkste move. Abu is sneller, dus dit is lekker. Hier krijg ik zelf wel damage van. Ah, ik sloop hem net niet helemaal. Ik burn hem wel. Maar ja, straks gaat zij een full restore doen en dan ben ik de Shaak. Mis mij alsjeblieft. Oh, 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 yes. Oh, Medicham mist mij en daardoor valt Medicham, waardoor Medicham zichzelf damaged en kapot gaat. Woe. De vorige keer dat ik dit probeerde, miste Medicham geen 1 keer. Die sloopte gewoon mijn hele team. 6 Pokémon achter elkaar. Oké, maar nu kunnen we dus door. Heracross. Oké, die moeten we ook kunnen pakken. Ik wil ze eigenlijk allemaal in 1 keer slopen. Dus ik ga gewoon weer voor Flare Blitz. Want die doet gewoon superveel pijn. Ik damage mezelf ook. Maar ik ga straks even iemand op het bankje zetten. Als ik eventueel Abu nog een keer nodig heb. En hem kan healen. Dan gaat Abu er eventjes uit. Dan gaat iemand erin. Dus ik denk dat ik dat nu misschien wel moet doen. Of misschien kan ik nog 1 keer. Oh, Infernape. Ja, laten we nu switchen. En dan switch ik even naar Gerrit. Die moet even de klappen gaan opvangen. En dan kan ik mijn Abu gaan healen. Oké! Okay. Oh, de Medicham down is. Daar ben ik zo blij mee. Want dat is zo'n verschrikkelijke Pokémon tegen mijn team. Oké, dus even een Hyper Potion voor Abu. En hopelijk kan Gerrit het even fixen. Infernape gaat dus voor Close Combat. Ja, zie je. Dat doet ook al pijn hoor. En hij is zo snel, hè. Dat is het probleem. Zijn defense is wel nu naar beneden. Oh, maar nu niet meer. Oké. Okay. Dit is ook nog wel een probleem.
Ja, dit is ook nog wel lastig. Gerrit is down, oké. Medicham is dus niet het enige probleem. We gaan nu Donald maar proberen. Waterpulse. Infernape gaat voor close combat. Eigenlijk moet ik hem nu disablen op close combat. Oké, let's go. Waterpulse. Hopelijk sloop ik hem in één keer. Dat zou heel lekker zijn. Ja! Oké, dit was nodig, jongens. Dit was nodig, want die close combat van Infernape, die is ook super sick. Het was een critical hit. Misschien hadden we hier wat geluk mee. Maar Infernape is ook down. Maar dit vind ik echt een moeilijke rematch, jongens. Serieus, dit is echt... Oké, hopelijk is Breloom geen probleem dan voor Abu. Dit is de ene laatste Pokémon van haar. Ik hoop eigenlijk nu dat Flamethrower genoeg is, zodat ik mezelf niet damage. Ja, Flamethrower is genoeg, oké. En uiteindelijk sloopt Abu gewoon deze hele gym, omdat ze Grass en Bug-type Pokémon ook nog heeft. En dan ook nog Lucario, dus die kan ik ook proberen te pakken. Dat gaat Abu ook gewoon doen. Je laatste Pokémon. Yes! Ja, en die ga ik wel flare blitzen, jongens. Hopelijk hebben we hem ook in één keer down. Hopelijk is dit sterk genoeg. Ik denk het wel, want... Lucariootje! Wat is dit? Je hebt een Focus Sash bij je. Oh, GG! Ga je dan nu mijn... Ga je nu mij slopen? Met Aura Sphere? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ja. Oké, hopelijk kan Simba dit afmaken. Ik ben benieuwd wat deze trainster nu gaat doen. Ik denk dat ze voor een Full Restore gaat nu toch op Lucario. Ja, kijk, daar komt die Full Restore. Dan ben ik heel benieuwd hoeveel damage ik ga doen met Thunderbolt. Hopelijk genoeg dat we minimaal de helft van zijn HP eraf halen. Oh, nee. Ik zie dit ook nog wel fout gaan hoor, jongens. Eigenlijk. Ik zie dit eigenlijk ook nog wel fout gaan. Ik ben heel benieuwd wat ze nu gaat doen. Of ze nu weer een Full Restore gaat gebruiken. Ik ga in ieder geval Abu even reviven. Dat die misschien de laatste klap strakjes kan geven. Ja, ik denk dat dat hem wordt. Ik denk dat ik nu één klap met Luxray moet geven. En dat ik het daarna dan af kan maken. Oh, wacht even. Wacht even, Luxray gaat down. Oh, Luxray overleeft het met een shout. Oh, wat een lucky. Wat een lucky. Oké, Thunderbolt. Die doet ongeveer de helft damage. Ik ga gewoon doorbattelen, maar ik weet dat Simba nu down gaat. Vacuum Wave? Geen idee wat dat is. Ik overleef het weer. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, want als ze nou weer een Full Restore doet, dan gaat heel mijn plannetje niet door. Oké, weer een Vacuum Wave. Die overleef ik niet. Ja, en nou hoop ik gewoon dat er nu niet nog een Full Restore komt. Want dan heb ik een probleem. Als het goed is, ben ik wel sneller, toch? Ja, lekker Flamethrower. En je ziet hoeveel moeite ik nog steeds heb met deze fighting type gym. Het is niet normaal. Dus het zijn echt altijd problemen tegen fighting types. Ik heb gewoon geen goede counter daarvoor. Dat is gewoon zo. Ik heb geen enkele Pokémon type die goed is tegen fighting. Dat is echt een gebrek in mijn team. Maar goed, we hebben Meleen uiteindelijk toch verslagen. En ze zegt, ik snap het. Ik heb weer verloren. Rikachu, je hebt echt een goede reputatie. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb zo goed mogelijk getraind om sterker te worden. Maar jij bent nog steeds op grotere hoogte. Ik moet nog steeds leren wat echte kracht is. En uiteraard krijgen we weer een stickertje. Oh, snel naar het Pokémon Center, jongens. Want man... Dit was wel even een enerverende battle, zeg. En dan moeten we nu naar Pistoria City. Naar Crasher Wake. Hier heb ik iets meer counters, maar hier is Abu weer compleet kansloos. Want het is een Water-type gym. Misschien is het handig om te beginnen met Jaws nu. Dan heeft hij ook wat super effective moves. En hopelijk kan hij de eerste paar klappen uitdelen. Oké, Crasher Wake, oké. Hij begint met een Politoed. Ja, dat zou misschien moeten kunnen. Maar hij laat het wel regenen. Oké. Dat is een probleem misschien voor mijn Luxray. Ik ga hem wel proberen te powerwhippen. Oh, oké, Ice Beam. Oké, laat maar. Oké, ik overleef het. Ik overleef dit één keer en dan is het klaar. Power Whip. Hopelijk sloop ik hem in één keer. Oké, dat is lekker. Dat is heerlijk. Nou, Politoed is weg in ieder geval. Dan Kingdra. Kingdra is Dragon-type, maar dus ook een Water-type. Dan moet ik Dragon of Fairy-type moves gebruiken. Nou, hoop ik dan maar dat Kingdra niet zo snel is en dat Jaws hier iets kan doen. Sorry, niet Jaws. Blade, onze Absol. Die is de enige die een Fairy type move heeft. Dus dit is de enige die hem een beetje kan counteren. Ja, Kingdra is toch niet zo snel, jongens. Zou je zeggen. Kingdra is wel snel en doet Hydro Pump. Maar mis mij. Oké. Ik sloop hem niet in één keer. Dat is heel erg balen. Hopelijk mist hij mij straks nog een keer.
Ja, hij mist mij nog een keer. Oh, dit is lucky. Dit is heel lucky, want één Hydro Pump is denk ik genoeg om Blade gewoon keihard kapot te maken. Oké. Iedereen leeft nog. Donald en Abu gaan een leveltje omhoog. Aan Abu heb ik waarschijnlijk helemaal niks deze battle. Dan nu Ludicolo. Dat is een water- en een grastype. Ja, dan kan ik Poison-type moves gaan gebruiken. De enige die dat heeft is Jaws, maar die is bijna kapot. Weet je wat? YOLO. Close combat met Abu. Abu is de enige waarvan ik weet dat hij sneller is. En ik wil die Ludicolo eigenlijk gewoon, ja, snel kapot maken. Omdat ik niet echt hele goede counters heb tegen Ludicolo. Jij bent een probleem, vriend. Close combat. Huh? Hoe ben jij sneller? Heb jij een of ander item waarmee jij sneller bent? Huh? Ik ben helemaal confused nu. Oh, dit is ook niet handig natuurlijk. Nee, dit is een grass-type Pokémon. Misschien kan ik Ice Beam doen. Ja, ja. Oké. Substitute. Dat vind ik op zich niet zo erg, denk ik. Ik bedoel, daar doet hij zichzelf damage mee en dan is hij nu even weg, maar... Dat is niet zo'n probleem. Dat mag je op zich vaker doen voor mij. Ja, hopelijk gaat dit niet te erg worden. Hopelijk kan ik hem raken. Ik kan hem raken. Oké. Nee! Hij heeft ook nog een berry. Ludicolo is een probleem. Als hij straks energy ball doet, ben ik helemaal de Sjaak. Ja, nu dus. Ja. Oké, dag. Ik doe al Ice Beam. Bevries hem alsjeblieft. Bevries hem alsjeblieft. Ja! Oké, we hebben hem bevroren. Wat ik nu ga doen, is Jaws healen. En dan hopelijk kunnen we het straks met Jaws afmaken. Oké, hij is al niet meer bevroren. Hij is gewoon nu al niet meer bevroren, jongens. Eén beurt. Waarom duurt dat altijd zo kort? Oké, het regent in ieder geval niet meer. We staan er op zich nog steeds goed voor. Alleen Ludicolo is gewoon knijtersnel. Dat wist ik helemaal niet. Oké, let's go. Sludge Bomb is super effectief. Maak mij alsjeblieft niet in één keer kapot. Ja, ik ben weer confused. Hopelijk kan Jaws eruit snappen. In ieder geval doet hij Sludge Bomb. Yes. Ludicolo is ook weg. Dat is de volgende, jongens. Oké, dit is heel lekker. Drie Pokémon gaan nu een level omhoog. 71, 75 en 72 zijn ze nu. Simba gewoon al level 75. Jongen, dat is mijn sterkste Pokémon op dit moment. En dan krijgen we nu een Huntail. Ik blijf het proberen met deze Pokémon, maar het is misschien niet helemaal handig. Want die is natuurlijk confused. Ik hoop dat ik hier niet een te grote fout maak. Ice Fang ook. Dat is naar. Maar zo te zien is Huntail niet super sterk. Ik kan wel Power Whip gebruiken. En dat, dat sloopt hem bijna in één keer, maar net niet helemaal. Heeft waarschijnlijk een Focus Sash of zo. Ja, dat dacht ik al. Ja, dan ga ik mezelf even healen. Ik heb zo'n voorgevoel dat Crash Awake nu ook gaat healen. Ja, zie je, Crash Awake doet een Full Restore. Ik doe een Hyper Potion, zijn we allebei weer vol. En hopelijk snap ik nu uit de Confusion. Want volgens mij is het al een beurt of 4, 5 geleden dat ik geconfused ben. En dan zou twee keer Seed Bomb genoeg moeten zijn, hopelijk. Ah, Ice Fang is wel een probleem. Oké, ik ben in ieder geval niet meer confused nu. Oké, Seed Bomb. Ik weet even niet hoe ik dit nou het beste kan doen. Want volgens mij ga ik het sowieso niet overleven met Jaws. Want als hij gewoon Ice Fang blijft doen, dan blijf ik een probleem hebben. Ja, en dat blijft hij inderdaad wel doen. Ice Fang kan je ook echt 15 keer gebruiken. Dus hopelijk overleef ik deze door een shout of zo. Nee, helaas. Ja, dan is het nu tijd voor Simba. Dan moet nu Simba het gaan doen. Het regent niet meer, dus daar hebben we geen last meer van. Het is alleen zo jammer dat Simba niet zo snel is. Daar baal ik een beetje van. Ik krijg een Aquatail op mijn hoofd. Kijk, dit doet ook wel veel pijn, man. Dat is echt wel balen, joh. Ja, Huntail is wel down, maar ik heb ook gewoon... Ik ben weer voor de helft down. Ja, Gyarados wordt ook een probleem. Als ik Gyarados nu niet in één keer wipe... Dan is het denk ik klaar met mijn team. Oh, Gyarados zou ook wel weer veel sneller zijn dan Simba. Kom op, Thunderbolt. Earthquake! Nee! Ja, als die Earthquake kende, kan ik het wel schudden. En hij is ook Flying type, dus ik heb hier ook helemaal niks aan... ik heb hier helemaal niks aan Jaws ook. Ah, deze Gyarados wordt een probleem. Deze Gyarados zorgt ervoor dat ik deze battle ga verliezen. Ik kan Ancient Power proberen. Hij doet nu Dragon Dance en dat is een zwaar probleem. Want hiermee boost hij zichzelf en hiermee boost hij zijn attack en zijn snelheid. En als hij dit gewoon een paar keer doet, dan is hij gewoon niet meer te stoppen. Gek Gyarados. Dan is het gewoon over en uit. Oké, ik boost mezelf ook wel. Alles gaat nu omhoog. Attack, defense, special attack, special defense en mijn speed. Ja, ik ben heel benieuwd wat dit gaat doen. Hij doet nog een keer Dragon Dance. Oh my gosh. Ja, Gerrit, jij zal dit moeten doen, jongen. Jij zal dit nu moeten doen. Oh, ik moet hem nog één klap geven, maar ik denk dat ik die kans niet ga krijgen. Jawel! Crash Awake! Wat doe je?
Wat een gek! Waarom valt hij mij niet aan? Ik dacht oprecht dat het nu klaar was. Maar hij doet gewoon 3 keer Dragon Dance. En geen Full Restore. En niks. Dus ik kan zijn Gyarados nu kapot maken. Als hij mij gewoon had aangevallen, dan was het gewoon klaar geweest. Crash de week, wat maak je hier een fout, gek? Jeetje. Maar ja, alsnog, een Floatzel. Ik weet niet zo goed wat ik nu moet doen. Nou, ik weet wel wat ik moet doen, denk ik. Ik denk dat Floatzel deze Pokémon gaat slopen. Maar ik heb geen super effective move met Gerrit. Ik ga even switchen. Ik ga even naar Blade. En mijn hoop is dat ik Luxray op tijd heel krijg. En dat die hem in 1 keer kan slopen. Nee, ik heb zo'n vermoeden dat deze Floatzel ook echt een groot probleem is. Een revive voor Simba. Floatzel doet Brick Break. Ja, en daar gaat Blade natuurlijk in 1 keer kapot. Dat is een fighting type move. Sorry, Blade. Ik moest dit doen. Ik moest je even opofferen. Floatzel? Oké, Floatzel, dat is wel interessant. Die pakt damage op het moment dat hij mij slaat. Dat zal wel met zijn item te maken hebben. Hij zal wel een life orb of zo hebben. Oké, Simba moet in ieder geval vol zijn. En dat is nu het geval. Floatzel doet nu aquatail. Dat kan ik overleven. Dat is lekker. Ik zou gewoon de hele tijd potions kunnen gebruiken. En hem zichzelf kapot kunnen laten maken misschien. Oh, daar gaan mijn full restores, jongens. Ik moet mijn full restores gebruiken. En hopelijk doet hij dat niet. Oké, Crunch. Dat is prima. Crunch is prima. Dan heb ik alleen maar een Hyper Potion nodig om mezelf te healen. Dit is echt een smerige tactiek, hè. Dit is echt een hele vieze tactiek. Als ik nou nog een Rocky Helmet of zo zou hebben, dat zou helemaal smerig zijn. Maar ik durf het gewoon niet. Ik durf mijn Gerrit gewoon niet kapot te laten gaan. Want stel, deze Floatzel kan in 1 keer Simba kapot maken. Dan is het klaar. Dan is het afgelopen. En ik zit nu niet op te letten. Ik gebruik een Hyper Potion. Overleef ik de Aquatail? Ja, gelukkig. Ja, Crash Awake. Dan kan je lekker zo'n itempje hebben. Maar dat zorgt wel voor problemen voor jou, jongen. Ik hoop dat ik dit gewoon heel lang vol kan houden. Maar ja, dit is wel een beetje de loser tactiek. Al mijn items gaan eraan. En als hij straks 1 keer een Full Restore gebruikt, ja, dan ben ik gewoon de Sjaak. Dat is het gewoon een probleem. Ik zou nu kunnen proberen om hem aan te vallen misschien. Maar ik durf het niet. Ik durf het gewoon niet. Als ik nou nog 1 of 2 Pokémon meer over had, dan zou ik dit niet doen. Dan zou ik de gok wel nemen. Maar op dit moment, nee, ik wil deze gewoon winnen. Ik gebruik Sophie's de loser tactiek. Oh, dit is zo erg. Hij mist mij. Oké, dat is lekker. Dan zou ik een keer Earth Power kunnen proberen. Oh, als die me nou... Ja, hij sloopt mij niet, gelukkig. Weet je, uiteindelijk maken we me wel zelf af, hè. We doen niet de volledige loser tactiek. Uiteindelijk doen we zelf een aanval om Floatzel te slopen. En dan hebben we Crasher Week verslagen. Maar ook dit was zo'n lastige battle, jongens. Deze rematches met de gymleader zijn geen kattenpis. Dit zijn echte struggles. Crasher Week zegt, nou, dit is allemaal duidelijk. Maar ik had zoveel fun in deze battle. Deze sticker laat mijn passievolle geest zien. Neem het alsjeblieft mee. Dankjewel, Crasher Week. Sorry dat het zo moest gaan. Echt excuses voor mijn tactiek. Het spijt me. Mijn tactiek was eigenlijk niet eens een tactiek. Maar zo zie je wel. Als je battles op hoger level wil gaan doen, dan heb je gewoon status moves nodig. Moves die jouw team beschermen. Zoals reflect en dat soort dingen. Of moves die jouw tegenstanders verzwakken. Want anders, ja, dan ga je het gewoon niet redden. Dit is echt maar op het nippertje elke keer, hoor. Terwijl ik voor deze gym battle eigenlijk gewoon 2 counters had, hè. Ik had een grass type. En een electric type. Anyway, jongens, bedankt voor het kijken. Bedankt voor de support. Doe het duimpje omhoog. Gooi die abonnementje. Zet het belletje aan. En dan zie ik jullie gewoon weer bij de volgende video. Mazzel!